Wait a minute. Welkom mensen bij Vitality Gaming NL. Vandaag doen we weer een banner tutorial en gaan we een banner maken van vuur. Nou, je gaat in de crafting table en je stopt een zwarte banner onderaan met een golden apple, een enchanted apple, en met orange dye erboven. Dan krijg je dit. Die stop je dan weer onderaan met een brick erboven. Die pak je eruit. En nu stop je hem bovenaan met orange dye eronder. Die pak je eruit, stop je in het midden. Pak je inksack, doe je aan alle kanten. Die pak je eruit, stop je onderin. Die doe je zo, dat je een wazig effect krijgt. Die pak je eruit. Dan stop je hem in het midden met aan de linkerkant onderkant en rechterkant gele dandelion dye. Die pak je eruit en dan heb je je vuurbanner zoals je ziet. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Like, reageer en natuurlijk abonneer.